op een tuin- en idee-event moet alles horen. Zowel het plantjeswerk, de begonia's, de violen, noem maar ook een bankstel of een... ja, eigenlijk alles kun je vinden aan plantgoed, ook wat je maar wilt. Wij staan hier omdat we het een leuk idee vonden om ons eigen te presenteren aan de particuliere sector. Normaal gesproken zitten wij in land- en tuinbouw, meststoffen, zaden en tuinmachines. Vooral hoveniers bedienen wij. Ja, wij willen vandaag op de alle tuinmachines 10% korting geven. Die mensen die vandaag beslissen in ieder geval om iets te kopen. Vandaag dat er heel veel mensen komen, dat ze geïnspireerd raken, dat ze weer zin krijgen in het tuinieren. En deze, ja, dit event Tuin en Idee leent zich er natuurlijk uitstekend voor om alle aspecten die met de tuin te maken kunnen hebben, ja, te laten zien. Zodat de mensen ook echt, ja, gewoon meekrijgen wat er allemaal te doen is in de tuin. Van grondwerk tot grasmaaien tot relaxen en het ontspannen in de tuin. Maar ook de tuin aankleden. En wij als Live & Garden hebben ook wat leuke aankleding voor binnen bij je. Daar zijn we ook goed in. Dus mooie foamstukjes die op iedere tafel in ieder huis passen. Ik moet zeggen, met name Freek Schalk, waar ik een jonge ondernemer, veel inspiratie. En een van zijn woorden in onze krant was... alle nieuwe geitjes moeten we ondersteunen. Alle nieuwe ideeën, daar moeten we positief over zijn. En ik vond dat een mooie uitdrukking van Freek. En daarom ook Live & Garden, maar alles wat hier is, 80% is het teleur. En dat is mooi. Deze manden ga ik hier verkopen ten bate van de opbrengst. Die dan bestemd wordt voor transport van hulpgoederen naar Litouwen. We hebben gemiddeld jaarlijks 2 transporten. Dit jaar zullen het er 3 worden. En dat wordt daar verdeeld onder diverse projecten. En dat is eigenlijk het doel van deze dag. Om geld te genereren voor de hulptransport. Wat we hier doen is, we zijn uitgenodigd door het comité van Tuin en Idee om de mensen van Etten-Leur en omstreken bekend te maken met het begrip tuinarchitectuur. Wat houdt het in? Wat doen wij zoal? Sorry. En dat willen wij de mensen hier vandaag laten zien. En daarnaast hebben we vandaag een hartstikke leuke actie met zitzakken. Een actie met een relax zitzak. Van €129 voor €79. En je kunt hem ook nog winnen als je ons liked op Facebook.